in het asiel. Is prof in ID-Lab en heeft ons echt wel uit de nood geholpen om alles voor elkaar te krijgen. Voilà. Hallo. Ja, ik ben Guy van Bellen voor degene, maar ik ken hier bijna iedereen, denk ik. Dus, nu, met IPAM deze week, het is al een tijdje dat we samenwerken met een aantal mensen rond hoe dat zaken kunnen gaan als we dus naar die grotere bekabelingen gaan. Er zijn hier verschillende mensen ook die hier bij ons zitten, die dus duidelijk ook al 30 en langer, jaren en langer bezig zijn met digitale cultuur. En wat eigenlijk aanvankelijk toch wel ferm in de niche zat of onbekend was rondom. Ik zie Peter hier zitten, Erik Joris enzovoort. Is nu eigenlijk bijna in alle opleidingen en alle niveaus, niet alleen van de kunsten, maar ook wetenschap enzovoort, enzovoort, ingekaderd en ingekuild. En dus hebben we te maken met een groeiende generatie die eigenlijk toch wel met andere manieren expressief is dan traditionele kunsten. En de vraag die zich natuurlijk stelt, momenteel met de vernieuwingen in de kabelsysteem, wat je hier ziet, was het 10 jaar geleden bijna niet mogelijk, wordt steeds meer in je huiskamer gedrongen. En natuurlijk hebben we te maken met een heleboel andere inhouden, methodes, vormen, stijlen enzovoort die naar boven komen. En de vraag is natuurlijk hoe dat past binnen het traditionele plaatje waarin dat de podia zich bevinden momenteel. Die zijn er eigenlijk niet toe uitgerust. Ook in onderwijs vallen er grote gaten daarbij. Dus de grote vraag is, we hebben daardoor dat project begonnen om te gaan kijken hoe kunnen we eens een staalkaart maken van wat er gebeurt en hoe kunnen we eigenlijk het opentrekken van de kunsten dat momenteel aan het gebeuren is, hoe kunnen we dat eigenlijk dichter ook naar ander publiek brengen. En dus dat is de reden waarom dat we hier eigenlijk een beetje aanwezig zijn. Als je straks opmerkingen hebt, alstublieft, ik geef de microfoon en je mag meepraten. Het is niet zo dat we gebruiken microfoons, omdat het ook in de stream zijn er ook een 20-tal mensen. Dus die gaan ook meedoen. Ik denk dat er een aantal cultuurhuizen hier zijn. Ook, ik denk, Beaux-Arts Brussel. Er zijn ook van Vlaams Gemeenschap een paar mensen die meeluisteren. Dus het lijkt mij interessant om ook in dialoog te gaan rond wat de nabije toekomst ons brengt. Want uiteindelijk, volgend jaar heb je zeker allemaal 5G op je telefoon en kan je andere dingen gaan doen dan wat er vandaag de dag gebeurt. Nu, dat het niet alleen bij een jongere garde zit. Van de week hadden we Paul Pignon hier, die bij Peter Bijls logeerde, dacht ik, in Gentbrugge. En het is eigenlijk een beetje als 82-jarige staat hij aan de wieg van de Sinti 100, die daar ook staat. Waarvan dat er een aantal gemaakt zijn. Men beweert een 30-tal, maar dat is zoiets om uren over te discussiëren. Er zijn er maar een paar operationeel meer. Er zijn er nog een aantal in privébezit die gerestaureerd zijn. Aphex Twin heeft er een. Naar het schijnt heeft de Smashing Pumpkins hebben er een. Dan ook, er zijn zo een aantal popsterren die dat dan allemaal hebben. Maar dus Paul heeft vorig jaar een stuk geconcipieerd en die loopt op 3 verschillende Sinti's die momenteel gerestaureerd zijn. En zoals dat je ziet staat er een in Athene in de Xenakis-studio, die nu onderdeel is van het conservatorium. Er staat er een in Belgrado, die hij eigenlijk daar gebracht heeft in de jaren 70, dat is de radiostudio. En dan staat er hier in Gent. Er staat er ook een in Cuenca, dat op de universiteit, dus tegen Madrid, staat. En dat zal het ongeveer zijn van degenen die in publiek bezit zijn. En hij heeft een compositie gemaakt waarbij hij eigenlijk feedback loops laat lopen
over de Sinti. Er staat ook een microfoon. Dus de Sinti reageert op de microfoon. Maar elke Sinti reageert op elkaar. Dus hij heeft telkens een andere patch gezet, een andere configuratie gezet die op elkaar reageert. En je kan zo dadelijk, kan je luisteren daarna even, het duurt niet zo lang, een paar minuten, waarin hij zelf uitlegt wat hij aan het doen is. Met op de achtergrond hebben we gewoon het stuk laten lopen tussen de drie Sinti's. Hè? Dus het volgende filmpje. This is I've been to the Sinti 100 in Belgrade, mm-hmm. Athens, and now here in Ghent. This rather unique and rather old synthesizer. I have a history with it because I was really rather the initiator which made sure that it was ever built. And now today, once again, many of the legacy analog synthesizers, it's very much of interest to composers again. What I do on it is pretty unorthodox. I build kind of automata which actually have a life of their own. And you may be here in the background, one of these creatures, as I call them, is just playing by itself, and they do that. I build them so they're on the verge of instability and they react to various random or not random, semi-random signals, make noises. And I build them also that when they get in sound from outside, they get much more active. As this one is now, because it's hearing me on the microphone. So put the microphone out of the way a bit. So, and when I combine various of these, what I call creatures, active combinations and modules, I call that a zoetic engine. Zoetic means it's a life form. I experience it as a life form. So now I have three of these life forms in three different cities, and through the internet, they actually are sending sound to each other. So even if no humans make any input, they themselves will activate each other. And then on top of that, there is always a microphone input where a person can come and make noise, sing, play an instrument. And cause further excitation of these creatures, as I call them. And so the challenge was to somehow, I have done this before several times, made these things on a single Sinti 100 in Belgrade and in Athens. There was one on exhibition at the Documenta 14 in Athens, actually, where visitors to the exhibition could go and make a noise in the microphone and then the machine. Then the creatures would come alive and make some kind of response. Not an obvious response. They don't do anything very obvious. Usually they're very autonomous and quirky, but they get more excited if there is external sound. That's the point. So now I have like these three connected up in these three cities, which is kind of a unique thing because the Sinti 100 is built in such a way you just don't move it. It's just too large. You can't just sort of decide, okay, well, let's have three Sinti 100s at a concert. That's not going to happen ever. So this is perhaps the only chance that three Sinti 100s are actually communicating with each other. So, but that's, this is rather the idea behind this. And this is the sort of thing which I do here. I cannot do anywhere else. I do work with computers a lot and I know something about other synthesizers, but this machine is quite unique in allowing one to do these unorthodox or even illegal
connections which bring the machine alive and make it have a life of its own. That's the general idea. Dus zo je ziet dat niet alleen jongere mensen zijn die interessante ideeën hebben. De verbinding is gemaakt door een peer-to-peer connection. Dat wil zeggen dat het niet over een server gaat. Dus volle kwaliteit, 16-bit PCM. Dus geen compressies erop. En ik denk de latencies tussen de drie steden was iets van tussen de 60 en de, soms is over de 100 milliseconden. Dus ook de kwaliteit ervan, dus die, wat je hoort, is eigenlijk vrij goede kwaliteit. Omdat het niet gecompresseerd is. Maar dus ook van de software laat je ook toe om precies aan de andere kant, aan deze kant bijvoorbeeld, op elk van de kanten kan je opnames maken van iedereen. En dus volle kwaliteit. Dus je kan post-production gaan doen aan volle kwaliteit aan iedere kant. Dat is open source software dat we gebruikt hebben ervoor, Sonobus. Dat is het interessante daaraan. Ja. Nu, als er nog we kunnen misschien best naar het volgende stukje gaan, dat eigenlijk een beetje een overgang is. Hoe breng je die dingen nu natuurlijk? Hè? Want wat ik gedaan heb voor Paul, je kan maar met, als je met 4-5 in een connectie zit, is dat de maximum voor het netwerk eigenlijk. Anders krijg je veel te hoge latencies. Dus je kan geen 20, 30, 40 mensen publiek toelaten. Dus wat hebben we gedaan? Ik heb gewoon een bridge gemaakt en dan een Icecast-server gebruikt, die het eigenlijk over een server streamt. En dan kunnen er 1000 mensen naar luisteren of zo. Dus het zijn mooie systemen om mee te gaan spelen. Netwerken zijn eigenlijk interessant, dat je eigenlijk van heel hybride situaties gebruik maakt om helemaal andere mensen te bereiken. Erbij. Dus muzikanten die samenspelen op dat moment, en dat voel je ook, dat je veel dichter bij elkaar staat. Hetzelfde met die demo hier. Jullie zien een latency een beetje van 200 milliseconden of zo, omdat het heel makkelijk rock gaat en terug. Vooral visueel is dat het probleem. Maar als je hier staat te spelen op die trommeltjes, dan speel je echt met iemand, want het is op hetzelfde moment dat gebeurt. Hè. Dus er is denk ik 40, ook zoiets van 30, 40 milliseconden latency. De laatste tijd is het natuurlijk niet alleen dat er een groter aanbod is van mensen die digitaal werken. Eens dat je te maken hebt met op het net, dus wat je ermee gaat doen, kom je voor heel rare situaties terecht. Het is een klein persoonlijke nota. Ik werd in november gevraagd voor het Next Festival. En ik ga het niet over mij hebben, maar over het Next Festival. En daar zaten daar een dertigtal artiesten op. Ik stond klaar om te vertrekken met alle apparatuur naar Bratislava. En het was de bedoeling dat er een aantal mensen uit Budapest en uit Gdansk zouden meespelen online. En dan een aantal van daar, dus een hybride situatie. Maar woensdagmiddag sta ik daar klaar om te vertrekken en ik krijg een telefoon dat het festival, de opening de volgende dag, blijkbaar niet kan doorgaan, omdat de overheid beslist, wegens corona doen we lockdown, en dus niks kan er doen. Vanaf 12 uur 's nachts wordt alles gesloten, dus met andere woorden, je kan het niet doen. En binnen 48 uur hebben de organisatoren van Next Festival een 3D-omgeving gebouwd, waarbij dat je binnenkomt en je moet je registreren als avatar. En je krijgt je naam, je moet een naam kiezen en dan krijg je zo'n raar beest eigenlijk. Dus, en dan kan je bewegen door de ruimte. En er zijn twee schermen in de ruimte. Het is eigenlijk een hal waarin je bevindt, met twee schermen in. En je kan dus, de artiesten werd gevraagd op die schermen iets te gaan doen. Ja. Wat je ziet is eigenlijk een opname, ik kan een klein stukje tonen. Dat is een opname van iemand die het opgenomen heeft. En in het geval dat wij speelden, was dat we gingen een virtuele fanfare maken en hebben de rollen omgekeerd. We hebben geprojecteerd, want eigenlijk als avatar zie je jezelf niet. Dus hebben we de camera-oogpunten, neemt het publiek dat meegaat met de muzikanten door de ruimte. Drie minuutjes, ja, of twee of zo. Thank you.
Dit is het publiek dat beweegt doorheen de ruimte, die kleinere dingen. En het interessante daarbij is ook die chat die opzij gebeurt. Dus er was vrij veel mensen aanwezig. En die gaan dan direct in commentaar daarover. En, wat soms heel grappig is, maar soms ook heel controversieel kan zijn. Misschien naar het volgende gaan. Ik heb een paar voorbeelden van nieuwe soorten podia eigenlijk die daardoor ontstaan. Want uiteraard, het is, ik geloof nog in duivels, nog in advocaten, maar laten we advocaat van de duivel spreken, nu we toch in een cultureel centrum staan. Dus eigenlijk, wat je meemaakt, is dat natuurlijk momenteel is een publiek er helemaal op geaxeerd van naar één soort podium te kijken, namelijk het fysische podium, dat dan ook meer visibel is en in het oog springt. En dat is dus hier, zoals er fysische podia zijn, maar er zijn natuurlijk wel andere dingen. Het is een historisch construct eigenlijk van 100, 150 jaar lang. Maar het is gebaseerd op top-down, het is gebaseerd op een soort one-to-many broadcasting situatie. Dat volledig doorbroken wordt natuurlijk. Hè. En ook niet zomaar van vandaag de dag. In de kunstgeschiedenis lees je al lang dat de eenheid in tijd en ruimte bekritiseerd wordt. En het is ook een 20e-eeuwse afbraak daarvan, dat al lang bezig is. Dus eigenlijk gaat de technologie gaat eigenlijk in die zaken gewoon de zaken een beetje versnellen. Omdat ik met dat festival, dat ik wel imponerend vond, ben ik gaan kijken wie er eigenlijk in de Brusselse, Belgische, Vlaamse situatie iets doet. En Jurie Bulteel is eigenlijk een muzikant die Subnoi Live heeft opgericht. En dat is een hybride ruimte dat hij maakt, waarbij hij kunstenaars maandelijks uitnodigt om een concert te maken, een muziekstuk, waarbij ze dan met twee dan nog eens de een visualisering eraan geven. En net op dezelfde manier. Je gaat binnen en je wordt een avatar en je kan doorheen die kunstwerken eigenlijk meegaan. Misschien kunnen we een klein stukje spelen. Dus dat is Subtle Neutrality, is de website. En dan moet je, ja, je kan inloggen of binnen gaan. Dus je krijgt de controle erover en je gaat gewoon door het kunstwerk heen. Hè? Met de muziek erbij. Ik heb een klein interview met hem gedaan, waarin hij zelf uitlegt. En er zijn twee kleine stukjes. Het eerste legt hij uit hoe hij van muzikant eigenlijk naar organisator online gekomen is. En misschien moeten we hem zelf maar aan het woord laten. Komt eigenlijk, dus ja, ik ben al heel lang bezig met muziek en experimentele muziek en proberen om, ja, niet alleen zeg maar nieuwe muziek te maken, maar ook nieuwe manieren te zoeken om muziek te maken of te presenteren. Ik heb ook vroeger, meer als teenager,
ja, online multiplayer games gespeeld, dingen zoals Counter-Strike, et cetera. En ik vond het altijd een heel leuke ervaring om eigenlijk zo toch een vrij immersive omgeving te hebben waar dat je samen met je vrienden kunt dezelfde dingen kunt ervaren en kunt socializen op zo'n coole immersive manier. En ik vond het eigenlijk altijd heel spijtig dat ik zo'n immersive ervaring enkel tijdens het gamen had. Allee, digitale immersive ervaring. En ik wou dat altijd transporten naar een ander soort omgeving dat niks te maken heeft met gamen, maar meer naar dat dan te maken heeft met muziek en het ervaren van muziek. En dus dan na mijn studies, ik heb sonologie gestudeerd in Den Haag, was ik meer bezig met dus de muziekkant. Heb ik algoritmische compositie geleerd, heb ik geleerd hoe dat je muziek of sounds kunt van een computer science standpunt kunt gaan mee kunnen experimenteren, et cetera. En dan na mijn studies in Den Haag ben ik naar de VUB gegaan, heb ik Applied Computer Science gestudeerd en daar ben ik dan weer in aanmerking gekomen met dingen zoals computer graphics, et cetera. Dus, en ook web databases en web technologies, et cetera. Dus ik denk dat het een beetje een samenkomst van al die verschillende invloeden is geweest dat mij heeft toegeleid dat ik een platform ben beginnen maken dat Subnoi noemt. Subtle Neutrality dus eigenlijk. Een afkorting daarvan. En daar was het idee dus. Ik ben eigenlijk op dat idee gekomen samen met een vriend, omdat een Berlijnse vriend, omdat we allebei een beetje dezelfde muzieksmaak hebben en een beetje dezelfde vriendengroep van muzikanten hier in Berlijn en in Brussel hebben. En we dachten van, het zou eigenlijk wel tof zijn om zo een heel traditioneel concept van een gallery space eigenlijk te kunnen simuleren, maar dan op een website. Iets dat ik eigenlijk nog niet heb gezien in de zin van dat de werken dat gepresenteerd worden echt een bepaalde duratie hebben. Dus natuurlijk, web, internet, radio's enzovoort bestaan al lang. Maar ik denk dat ik nog nooit een website met dat concept had gezien. Dus dat is heel leuk, want dan het is wat de bedoeling dat je eigenlijk, hoe zeg je dat, incentivized zijn om elke maand dan terug te komen naar de website om het nieuwe werk te zien. En dan ook nog heel belangrijk dat het ook echt die multiplayer ervaring is van in die videogames. Dus je ziet effectief de andere visitors die op de website zijn, die hebben ook een avatar. Niet te complex, gewoon een kubus voor het moment met een profile picture en een username. Maar je ziet ze wel rondbewegen en dat er toch een beetje een gevoel is dat het wel een website is, wel iets digitaal, maar toch ook iets meer iets fysisch krijgt op die manier. Ja, dus je ziet direct dat we met toch wel een heel wat jongere groep zitten, met mensen voor wie het vrij natuurlijk is om daarmee om te gaan. Iedereen die kinderen en kleinkinderen heeft, weet ook dat ze op computers van €50 alles kunnen doen wat wij doen, waar we vroeger heel veel geld aan gegeven hebben. Dankzij netwerk en andere zaken. Misschien moeten we, als er mensen zijn die de zaak willen problematiseren en zeggen van, kijk, waar gaan we daarmee naartoe, met de huidige setting van die zaken hier?
wordt dat dus een moeilijke zaak. Want ja, het is een publiek die helemaal niet naar hier komt, maar ergens anders zit, die internationaal werkt, die over, vanuit de globale positie daar zit. En wat is dan de interesse van een culturele achtergrond te hebben, die bestendigd wordt? Dat wordt dus heel problematisch. Dat wordt, het is, we gaan geen discussies hebben over, ja, dat is alleen maar... Ja, dat is dus, waarom die voorbeelden van belang zijn, is eigenlijk... we hebben gemerkt de laatste 2 jaar, en ik wil het hier niet over de pandemie hebben en andere zaken, maar trouwens, dit project hebben we met Rick besproken voordat corona was, omdat we toen al begaan waren met het feit van waar is die noodzakelijke verandering die moet plaatsvinden binnen onze cultuur om een doorgang te creëren over de generaties heen. Je ziet van oud Pignon, monsieur Pignon en monsieur Bulteel. Een hele generatie, ik denk dat hij 32, 33 jaar is. Ik hoop dat als hij online is, zal hij wel zijn leeftijd door zijn. Maar, dus met andere woorden, we hebben daar een hele hybride omgeving die eigenlijk heel slecht gerepresenteerd wordt vandaag de dag. Je moet al gespecialiseerd zijn in het een en in het ander om het te vinden. Terwijl dat... Ja, het derde aspect waar we nu eigenlijk voor staan, is wat binnenkort worden iedereen in cultuur wordt belaagd door waarschijnlijk een industriële aanbod om grote bekabelingen uit te voeren, om dit en dat, grote connecties over de nieuwe Web3 of Wi-Fi, de nieuwe standaarden, enzovoort, enzovoort. Wat is de toekomstvisie daarvan? Hè? Dat is, het is een beetje... koffiedik kijken. Vandaar dat we mensen uitnodigen om te zeggen van ja, kijk, wij doen dit om in de toekomst, om dus vanaf vandaag of gisteren, mee te zijn met iets. Ik zou het willen doortrekken ook naar, want straks zouden we ook nog naar het publiek kunnen kijken. Als je gaat kijken, procentueel, wat is de aanwezigheid van een publiek binnen een theater als dit? Blijkt dat toch wel een heel klein segment te zijn, hè, van de bevolking. Je kan zeggen van ja, waar, iedereen zegt, oh ja, opera dat kost zoveel, er komen maar zoveel mensen. Dus ik wil het zeker niet hebben op het feit dat dat niet nodig is. Het gaat niet over of, het gaat over en. Hè. Daarbij zijn de hele segmenten van het publiek die niet in staat zijn naar hier te komen. Mensen die in instellingen zitten, gevangenissen, psychiatrische instellingen, die ziek zijn in hospitalen, oudere mensen die gebrek aan mobiliteit hebben, enzovoort, enzovoort. Dus dan blijkt eigenlijk dat er wel maar een hele kleine categorie, ook aan leeftijd, hè, blijkt dat zo te zijn. Je moet er al het geld voor hebben. Als binnenkort de energie nog duurder wordt en de kaartjes stijgen, is er nog... Enfin, dus dat weerspiegelt heel goed dat er een nood is aan dat open te breken en op een gans andere manier waarschijnlijk aan cultuur te gaan doen. Hè? Misschien kort het volgende. Er is nog een klein stukje van hem, maar dat is kort. We cureren het eigenlijk volledig. Ja. Het is dan vooral Florian die dat doet, want hij heeft een vrij groot netwerk eigenlijk van mensen en artiesten dat hij kent. Een groter netwerk dan dat ik heb. Dus ik doe vooral de technische kant. Soms vraag ik ook wel eens een artiest of dat ze iets willen doen, maar meestal is dat iets wat hij doet en ik doe dan vooral de technische kant. En dan vragen we een aantal maanden op voorhand of dat een artiest een stuk wilt maken en dan meestal... Ja, mailen we dan eigenlijk heen en weer over hoe dat we een stuk gaan implementeren uiteindelijk. Want meestal, wel niet meestal, maar soms zijn de muzikanten, hebben die ook al een soort van visuele stijl dat dan terugkomt in hun albumcovers en andere dingen. En dan soms hebben die artiesten dus daardoor eigenlijk al een heel duidelijk beeld van, ah ja, ik wil... graag dit doen of ik wil graag met die bepaalde visuele kunstenaar samenwerken. Dat is ook al gebeurd. Als dat niet zo is, dan zoeken we altijd een soort van samenwerking met ik en Florian en de artiest. Dus
Dus eigenlijk zie je daar ook dat het samenwerking, het is een ganz andere manier van samenwerken. Er is weinig solo dat erin gebeurt. En dus dat is nog een ander aspect dat bijvoorbeeld ook binnen onderwijssystemen, heel kunstonderwijs en andere zaken, dat toch wel wat meer kan benadrukt worden naar buiten toe. Alles wat je hier gezien hebt, is ook dankzij een heel team dat daar ontwerkt. Maar hetzelfde vandaag de dag. Waren er zoveel groepen in plaats van individuen met dergelijke dingen bezig. Hè. Dus misschien kunnen we naar het volgende stukje gaan. En dan zou ik willen... We hebben de maker ervan... we hadden even een mooi gesprek vorige week. En toen ben zo stout geweest, jouw footage, dat je dezelfde dag genomen had, omdat ik dat fantastisch mooi vond. Een beetje de ruwe eerste opnames. Zal ik even laten zien, maar en daarna kan je misschien eens toelichten. Kunnen we het even draaien? Ja, en ook een idee is dat de hypnose gaat op Je kijkt nu in onze studio, ons atelier in. We waren voor de ploeg, dus Esther, Harjo en Jonathan, die waren bezig met een streaming voor de Universiteit van Utrecht. Voor 170 studenten tegelijk. We hebben dan een videocamera waarmee we de ruimte inkijken, waarmee we een virtueel atelierbezoek organiseren. We gaan rond in het atelier, de verschillende ruimtes, en we hebben die ook gevirtualiseerd, wat je nu ziet. En dus live, dus via mocapak, wandelt Harjo hier rond. En terwijl kunnen we met de gsm kunnen we zien wat ziet hij tezamen. De volgende stap is uiteraard, je ziet nu het beeld rondzweven. De volgende stap is dan dat mensen die dus online zijn, hun videoscherm daar hebben hangen, dat die mee kunnen komen kijken en dat je dus live dialogeert en dat je voortdurend gaat van het ene en het ander. Dus dat we van de ene werkelijkheid naar de andere overgaan, dat we binnen de virtuele een aantal zaken kunnen doen die interessant zijn, waarmee je met materiaal aan de slag gaat. En dus in dit geval, het experiment was dus een bezoek. Hè. Dus we hebben er allerlei toestellen staan, dus dan kunnen we die toestellen demonstreren, erin stappen. Wat kun je daarmee doen? En die beeld die je zag van die groepsfiguren, dat is een ander systeem dat we aan het uitwerken zijn, waarbij dat je als acteur, het is geen echte puppeteering, waarbij je als acteur via intelligentie avatars mee aanstuurt, die op jou reageren, waarbij dat we dat reageren kunnen verplaatsen voortdurend. Ja, het klinkt al wat ingewikkeld, maar het is eigenlijk, komt het erop neer, als je immersief in die wereld rondloopt, dat je omringd wordt door één acteur of meerdere acteurs die live met jou aan het werk zijn, waarbij je nooit precies weet wie is nu de echte live en wie niet, want ze reageren allemaal aan elkaar gelinkt en aan jou toe. Ik weet niet of dat dit heel duidelijk is. Maar het is het voortdurend vermengen van die twee werelden. Iemand zei het er al, wat is live? Hè? Als je met artificiële intelligentie werkt, dan ja, op het moment, dat is ook live. Hè? Dus het oude onderscheid van vooropgenomen en een mix van vooropgenomen en live valt weg. Hè? Dat zijn allemaal nieuwe mogelijkheden die je binnen zo'n context kunt hebben. En voor ons is het punt, wij zaten met lockdown dus ook vast. En dus er is een heel interessant moment dat je nu met al die groepen in interactie kan, tijdens de creatiefase. Wat dat voor iedereen interessant is. Dus tijdens de creatiefase. Dus dat helpt ons ook. Hè. Dus, en de studenten komen mee in een proces terecht. En uiteindelijk is er een resultaat dat dan alleen online of hybride is. Wij mikken eigenlijk op het hybride in de nabije toekomst. Enfin, zie daar. Ik hoop dat ik min of meer duidelijk was. Waarschijnlijk is dat toch ook de hele verandering dat je toch ook merkt. Dat dankzij de huidige stand van technologie dat je veel dichter bij het publiek staat. Ja. En dat ze dus ook participatief weer kunnen werken. Want voor mensen die Erik zijn werk niet kennen, Crew, doet dat toch al 20 jaar en meer? Langer. Dus in feite komt het toch... er zijn toch altijd risico's met hedendaagse technologie daar te staan. Maar dus eigenlijk een geleidelijk een 30-jarig proces van eigenlijk dat je nu tot dat komt. Ja. En waarschijnlijk is de weg nog altijd niet ten einde.
Nee, er is... ik wil niet te veel inzoomen op ons eigen werk. We hebben aanvankelijk vertrokken met het idee van virtualiteit. Dat staat natuurlijk al heel lang. Hè? Maar in het begin was dat ontzettend moeilijk, enorm duur. En dus zijn wij vanuit een video beginnen redeneren. Dat was samen met de Universiteit Hasselt. Er is een heel systeem uitgegroeid dat zeer goed werkte. Waar je dus als toeschouwer ook kon rondlopen en allerlei dingen kon doen. Maar dus nu dat we in een stadium zitten, dat we nu terug bij het puur digitale zitten. Ook nu weer, dus die vragen die we een beetje beantwoord hebben vroeger, die kunnen nu opnieuw stellen binnen het digitale. En die zijn nog niet beantwoord. Hè. Dus in principe kan je nu veel meer en tegelijkertijd ben je veel beperkter. Vooral door het fysieke. Dus ook deze camera's die staan in een kring, hè, dus een kleine ruimte. Eigenlijk moeten we heel dat gebouw kunnen rondwandelen, vrij. Hè. Zowel in het virtuele als in het andere. Vreemd genoeg, technologisch is er weinig reden om dat niet op te lossen. En toch gebeurt het niet omdat de industrie daar nog niet geïnteresseerd in is. Dus dat is ons een discussie voortdurend. Dus het punt is dat we vanuit de kunsten dat kunnen oplossen. Vanuit de kunsten kunnen wij creatief zijn. Het is ook niet zo onmogelijk. Hè. Je kan ook samenwerken met allerlei mensen. En dus vanuit de kunsten kunnen wij de weg aanzetten. Een beetje vanuit de inhoud, hè, van wat je nodig hebt. Hè. Vanuit wat moet je kunnen doen? Wat is alles kunnen? Het beeld van de metaverse, dat Zuckerberg dan meteen toont, is, hey, kijk naar buiten, je ziet giraffen lopen rond je dingen. Ja, zo wat. Dat is niet de droom. Je moet er meer dingen mee kunnen doen. En de lichamelijkheid, waar jullie het ook over hebben, dat is het antwoord op heel veel van die zaken. En dat is de beperking ook tegelijkertijd. Maar dat is een beperking die we vanuit de kunsten kunnen oplossen. Eerder dan vanuit de industrie. Omdat wij sowieso al die infrastructuur hebben, mensen, personeel, dit en dat. Dus wij kunnen dat eigenlijk mee bezig zijn. Dus het is een opportuniteit die er ligt. Ik vind waarom dat je aan het eind nu van de voorbeelden eigenlijk geeft, omdat je ook al 30 jaar met die technologie naar de mensen toestapt. Ja. Dus in het publiek, dus niet op podia staat, wel, je hebt al veel op podia gestaan, maar naar het publiek, naar buiten gaat en in publieke ruimte dat gaat dan doen. Je krijgt inderdaad een nieuwe interactiemogelijkheid met het publiek. Hè. Je kunt naar het publiek toe, het publiek kan naar u toe, je kunt samen interageren. Ik weet dat dat nog zeer moeilijk is, maar wat is een zinvolle interactie in de virtuele ruimte? Hè? Dat blijft moeilijk, hè, maar dat vinden we. Maar dat lichamelijke daarbij, het u verplaatsen, dus niet op uw stoel achter uw desk of in een kamer van 4x4, dat is volgens ons echt wezenlijk. Dus we moeten hier nu allemaal rondwandelen. Ik zou zeggen van ja, als er andere...